Hallo jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we weer Farm Simulator 19 spelen. Excuses dat het weer de vorige keer mis is gegaan. Er is wat mis met mijn microfoon. Maar goed, ik heb de sojabonen geoogst, hebben jullie in de video gezien. En ik heb nog even een vraag. Hebben jullie nog tips voor een editprogramma? Laat het alsjeblieft weten in de comments, want dan kan ik er een timelapse video. En dan kan ik erin zetten van... Sorry dat dit fout is gegaan. Maar ik ga even met de combine rijden, want ik laat jullie even zien wat ik heb gedaan. Dit heb ik geoogst, moeten we vandaag even cultiveren. Dit heb ik gecultiveerd. Dan moeten we vandaag inzaaien. Kom op. Dus we hebben een drukke dag voor de boeg. En daarna eventueel ook dat nog even inzaaien. Hoops. Jopie. Zo. En aerobic fun. Zo. Achteruit. Naast de wietmachine. Gaan we even snel naar de... Let's go. Oeh, deze moet ook een keer naar de wedstrijd. We moeten even kijken of we hier op het bedrijf nog wat hebben. Bang voor niet. Deze werkt wel te veel op het land. Het is misschien... Nou, we moeten het er maar een keer over hebben met mijn vader. Zo. Let's do this. Nou, dit duurt denk ik ook wat te lang voor jullie met het hele veld om te doen. Dus ik maak deze lijn nog even af en dan zet ik de vlog even op pauze. Maar deze nog. Ja, zeker. Maar ik ben vrij. Ik ben in de buurt. En die jongens die. Steven die kon de deur niet op slot krijgen. En toen zei ik nou, volgens mij kan ik niet. Ja. Maar ik denk als er nou nog één hebben in een sleutelkastje gaan. Dan kunnen ze weggaan wanneer dat ze willen. Achteruit. Nou, ik zet de video even op pauze. Tot straks. Nee jongens, het is een tijdje later en hij is af. Hij is klaar. Zo. Let's do this. Zo. Is het klusje ook weer klaar? Ik zit wel een beetje te twijfelen. Zullen we ook gaan inzaaien of niet? Ik zet deze even in de boerderij neer. Daar zit ik wel even een beetje in te twijfelen. Want de video duurt wel kort, maar inzaaien duurt wel ontzettend lang, zeg maar. Dus het zit een beetje 50-50. Weet je wat, we beginnen, maken gewoon een begin. Kunnen we altijd morgen nog verder. Stip 10 uur. Prachtig. Pragmaaltje.
Zo. We doen wel weer zoals ik de vorige keer heb gedaan. De boerderij. Ik zag er wel gewoon weer soja in. Zo. Ja, gaat wel redelijk goed volgens mij. Ja. Maar langs de lijn. Zo. Voor jullie is het al weekend. Volgens mij. Ik ben in Duitsland. Net een uurtje anders volgens mij. Ik weet niet precies wat het tijdverschil is. Maar voor jullie is het al weekend. Voor jullie is het al zaterdag. Voor mij. Ik moet helaas nog heel even in het werkgedeelte blijven. Sowieso blijf ik in het werkgedeelte. Ik kan niet ophouden. Eigenlijk als boer. Maar goed. Ik vind het altijd heerlijk om op z'n trekken te zitten. En dan een hele dag met je vieze handjes achter het stuur te zitten. Vind ik geweldig, echt. Ja. Zo. 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 Oh, mooi recht. Mot. Zo. Ik snap dat het voor jullie natuurlijk ook wat te lang duurt. Voor mij ook, want dan moet ik het hele uur volkletsen. Moet ik het hele land volkletsen. Dus ik zet hem op de arbeider. Ja, dan kunnen wij ondertussen wel even wat doen. Want er is iemand met de kwad weg geweest. Kijk, je moet even heel boos aan. Nee, ze ben ik niet hoor, maar er is iemand op een au. Er is iemand op een kwad geweest. Au. Au. Er is iemand op een kwad geweest. Au. En die heeft hem echt geparkeerd. Oh ja, omdat de vorige video een beetje mislukt was. De winkel is afgesloten. Is weg. Niet ja, de weg is afgesloten. Maar de winkel is weg. Hoe komt dat de winkel is afgebrand, jongens? Ja. De winkel is afgebrand. Ja. Wat? En say Geronimo. Say Geronimo. Say Geronimo. Kennen jullie dat liedje? Geweldig nummer toch? Staat hier wat leuk? Check dat zo. Oké, yay. Nee, ik begrijp meer. We moeten opschieten. We hebben nog heel flink wat werk aan de boeg. Maar, stro hebben we de vorige video gedaan. Nou, uiteraard. Maar, hoe ver is de zandmachine? Ik kom weer redelijk ver. Dit zijn de silo's. Au, 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 au. Dat doet zeer. Rot silo's. Maar ik denk dat het ook wel weer mooi geweest is voor vandaag. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farm Simulator 19 bij mijn vader op de boerderij. Vonden jullie dit leuk? Steek even het duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder dat de rode abonnee aan te vinken.
Die is ongeveer zo rood als dat ding. Of als onze combine. Druk daar even op. En ik zie dat de combine nog aan staat. Druk daar even op. Zou ik echt super fijn vinden. Dan mis je één video van mij. Ik zeg bedankt voor het kijken. En dan zeg ik.